allemaal, ho, serpentjes. Ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Nazi Zombies Custom Maps. Het is vandaag de dag van kerstavond en wat is meer kerst dan een Nazi Zombies kerstmap? Yay! En als ik zeg kerst, dan denk jij aan... de gevangenis, inderdaad. Het toppunt van kerst. Nou, deze map combineert al die dingen. Kerst, gevangenis en nazi-zombies. Ik denk dat deze map een heel eerlijk, echt en waarheidsgetrouw beeld geeft van de gevangenis rond kersttijd. Voornamelijk het feit dat ja, iedereen een vuurwapen heeft. Zo van, hey, we hebben een heleboel criminelen. Het is kerst, laten we ze allemaal een vuurwapen geven. Gewoon even om te kijken wat er gebeurt. Ik ben heel benieuwd. Het is een social experiment, zoals we dat op YouTube noemen. Ik ben oprecht wel heel erg benieuwd naar het leven in de gevangenis. Niet van, yo, arresteer me, neem me maar mee. Maar ik vraag me wel echt af, hoe is het leven in de gevangenis? Vooral in Nederland. Voor mij is het leven in de gevangenis in Nederland nog best wel goed te doen. De gevangenis op televisie en in series is vaak heel gewelddadig. Weet je, je wordt geslagen met een sok met batterijen erin. Dikke tip, als je ooit in de gevangenis komt, sok met batterijen erin, is het ultieme wapen. Zeg maar, als je een sok hebt met batterijen, als je ermee slaapt, wordt die heel lang. En dan door de hoek en de dingen, heel veel snelheid en batterijen zijn hard. Met een sok met batterijen kun je echt iemand helemaal kapot slaan. Dat is in ieder geval gewoon even wat ik wilde zeggen. Dat is wel het fijne aan de gevangenis. Het steunt toch een beetje mensen in origineel en creatief denken. Het ding is dus, in buitenlandse series is heel veel geweld en zo in gevangenissen. Voor mij valt het in Nederland allemaal best wel mee. Ik wil niet zeggen dat ik naar de gevangenis wil. Het is niet van, yo, ik ga eventjes een paar misdaden doen zodat ik naar de gevangenis ga. Dat valt ook wel weer mee. Maar ik denk oprecht dat het in Nederland in de gevangenis zitten wel een paar voordelen heeft. Zo is het zo dat... ik heb altijd shit te doen. Ik heb school, ik heb YouTube-video's die ik wil maken. Er zijn een heleboel dingen die ik graag wil doen. En ik heb gewoon niet de tijd om die dingen te doen, ja? En dit is een punt waar dus de gevangenis heel handig is. Want je zit de hele dag in een hokje. En dan kan je niet naar school. Dan kan je geen YouTube-video's maken. Zoals, ik heb heel veel boeken. Ik koop heel veel boeken. Het is gewoon, yo, ik heb een paar euro. Oké dan, ik koop 4 boeken. En van die 4 boeken lees ik er eentje half uit. Dat is ongeveer hoeveel ik lees. Iedere keer zie ik een boek, denk ik, hebben. En dan koop ik hem en dan denk ik, ja, maar ik wil nu dit boek. En dat herhaal je dan, totdat je zeg maar geen geld meer hebt. Als ik in de gevangenis zit, kan ik iedere dag boeken lezen, jongen. Zo meteen ken ik 10 fucking talen. Net zoals van die mensen zitten de hele dag in de gevangenis. Die vervelen zich, weet je wat ze dan gaan doen? Opdrukken. En dan aan het einde, als ze helemaal vrij zijn, zijn ze fucking gespierd, jongen. Dus ja, ik wil niet zeggen dat we allemaal naar de gevangenis moeten, maar vooral in Nederland denk ik dat het gevangenisleven nog soort van best wel chill is. En er is ook best wel veel kritiek op. Van ja, het zijn allemaal criminelen, dan moet je een beetje in een bak zitten. Voor mij is het nu heel erg standaard dat je in de gevangenis vaak gewoon een eigen televisie hebt en soms zelfs een PlayStation. Nou, ik weet nog wel dat mensen daar heel boos om werden. Van wat? Deze mensen! Van gigantische criminelen en we geven ze gewoon een televisie. Ja, en een PlayStation. Ja, je moet je toch een beetje kunnen vermaken als je de hele dag in je cel zit. Maar dit zijn moordenaars en dat soort dingen. Gewoon een PlayStation. Het is best wel fucked up. Het ding dat ik vooral heb met gevangenissen is... volgens mij, de gevangenen kosten heel veel geld. Zijn we iemand levenslang vasthouden? Dat kost echt per dag ben je gewoon best wel een dik bedrag kwijt. Want je hebt allemaal mensen die dat moeten bewaken. Ze moeten eten alsnog. Letterlijk mensen in de bak stoppen. En die mensen werken ook weer niet. Dus het kost letterlijk voor de staat heel veel geld om mensen in de gevangenis te hebben. Nu was mijn oplossing dus voor dit probleem. Niks eigenlijk. Want heel vaak krijgen we in Nederland ook haat voor de lage gevangenisstraf. Hè? Dan is er weer iemand die heeft 3 mensen doodgereden of zo, omdat hij dronken was. En dan komt de gevangenisstraf 3 jaar of zo. En iedereen wordt fucking boos. Van ja, 3 jaar. Alleen, vaak is het met die dingen... gevangenisstraf is eigenlijk gebaseerd op hoe groot is de kans dat je het nog een keer gaat doen. En de gevangenisstraf is eigenlijk... de grootste bedoeling van de gevangenisstraf is ervoor zorgen dat die persoon het niet nog een keer gaat doen. Dat die persoon denkt, yo, ik heb nu een paar jaar vastgezeten, ik wil niet nog een keer vastzitten. Ik ga niet meer mensen vermoorden. Dat is in principe best handig. Alleen, soms zijn er gewoon dingen dat mensen bijvoorbeeld dronken achter het stuur stappen en iemand doodrijden. Denk ik, ja, of je nou 3 of 10 jaar in de gevangenis moet, ik denk dat je het niet nog een keer gaat doen. Nou wil ik niet zeggen dat ik het er volledig mee eens ben, maar zeg maar, het verschil tussen iemand 3 of 10 jaar in de bak stoppen is eigenlijk voornamelijk, het kost ons heel veel geld om hem er langer in te stoppen. Gaat hij anders wel mensen of niet mensen doodrijden? Nee, waarschijnlijk allebei niet.
Dus wat is het nut dan? Het kost ons alleen maar heel veel geld. En we zijn die man, ja, die man die heeft maar een bepaald beperkt aantal jaar te leven op deze planeet. En dan gaan we lekker pesten. Van ja, lekker een aantal van die jaar heb je alleen maar niks lopen doen. Haha. Dus ja, dat. Dat is bijvoorbeeld, in Amerika zijn ze, voor mij, ik weet niet of ze de doodstraf daar nog steeds hebben, maar het is nog steeds een ding dat sommige mensen zoiets hebben van, ja, we hebben de doodstraf nodig. Aan de ene kant ben ik het niet mee eens, maar aan de andere kant, gewoon puur op het gebied van geld, money, moolah. Als je de doodstraf hebt, het scheelt wel echt een heleboel geld. Omdat, ja, die mensen hoeven niet levenslang de gevangenis in, je maakt het gewoon dood. Hey, yo, fixed it. Dat is een crossbow. No, is het een explosieve crossbow? Ik heb geen idee. Wat ik in ieder geval wel weet is dat ik lekker buiten ben. Lekker kerstweertje. Een lekker kerstmappie. Overal sneeuw. Eén grote bak gezelligheid. Ik ben oprecht op dus benieuwd naar de gevangenis. Niet alsof ik mezelf zou op willen sluiten. Maar gewoon even een week of zo. Dat ik gewoon even een soort gevoel heb voor hoe het leven daar is. Dat kan wel. Kan ik een week naar de gevangenis? Is dat te regelen? Ik was wel ooit als kind bijna in contact met Bureau Halt. Ik denk dat Bureau Halt echt wel zoiets waar heel veel mensen van, die op de middelbare school zitten ooit van gehoord hebben. Ik had wel iemand van Bureau Halt naar school of zo om te vertellen over ja, kinderen die criminele dingen doen en zo. Rick, wat heb je ooit gedaan dat je bijna bij Bureau Halt moest? Nou ja, het is best wel dat is redelijk onschuldig hoor. Het valt allemaal best wel mee. Ik had half per ongeluk een ruitje gesloopt. Ja, het kwam er ongeveer op neer. Ik had een ertenschieter. Dat is gewoon, wat je doet is oprecht, maak deze ertenschieter. Die ding is echt goede shit. Hoe je een ertenschieter maakt is je pakt een rol plakband. Maar nog een volle rolplakband of als een lege rolplakband. Zeg maar dat je dat plastic cirkeltje hebt in het midden van de rolplakband. Zodat die op de plakbandroller ding kan. Ja? Dan pak je een ballon. Die doe je daaromheen. Je knipt bij ballon, tuut je eraf. En dan doe je de rest van de ballon doe je, zeg maar, om die ring van de plakband heen. Dan kun je, zeg maar, besjes in de ballon doen. Ballonnen achtertrekken. En dan kun je keihard besjes afvuren. En ik ging heel vaak gewoon met vrienden door de wijk lopen. Besjes plukken. En die dan keihard tegen mensen hun raam aanschieten. Dan ging dat besje pat. En dan was je hele raam smerig. En dat vond ik leuk. En toen op een dag had ik een geniaal idee. Wat nou als ik in plaats van, zeg maar, besjes erin doe, een steentje erin doe. Dan krijgen ze waarschijnlijk, super grappig, dat dan het hele leuke gebeuren gebeurt. Dat ze, zeg maar, tik tegen hun raam aankrijgen. En dan schrikken ze vast heel hard. Dus ik doe een steentje erin, schiet hem op een ruit. Krak! Hele ruit kapot. Ja, kut. Dat was niet de bedoeling. En toen heb ik gedaan wat iedere jongen van mijn leeftijd zal doen. Is gewoon keihard wegrennen. Alleen echt gewoon naar een speeltuintje. Letterlijk een paar meter verderop. En het was bij een oud vrouwtje. Voor de duidelijkheid. Ik wilde niet bewust haar raam kapot maken. Ik schrok me de tering. Ik voelde me super schuldig. En het oude vrouwtje was gewoon naar me toe gelopen. En die zei van, jongeman, we gaan nu naar je huis toe. We gaan dit fixen met je ouders en de politie erbij. En bla bla bla. En toen uiteindelijk hebben we het allemaal geregeld. En het was nog de vraag of ik naar Bureau Halt moest. Als mogelijk kindercrimineel. Maar eigenlijk was de conclusie wel, ja. Het was meer gewoon een prank. Gaat fout dan echt. Ah, oh, deze jongen is een gevaar voor onze samenleving. Tenminste, dat denken ze. Mwahaha, sukkels. Natuurlijk ben ik wel een gevaar voor deze samenleving. Maar dat mag je niet doorvertellen. We moeten even kijken hoe het zit met deze map. Want de map is best leuk. Ik weet niks van deze map. Er is ergens een power switch, gok ik. Voor mij is dat hier. Ik kan het me herinneren dat ze ergens iets zeiden over onderdelen vinden en dan ergens een power switch iets en ik heb geen idee. De hele korte samenvatting is dat ik geen idee heb. En dat we deze map waarschijnlijk gewoon over een paar waves doodgaan. Ik loop gewoon een beetje rond op een pleintje tot ik helemaal kapot val. Er was ergens, oh hier zo, hier kun je wat bouwen. We moeten nog een onderdeel vinden. En dan moet je deze doos vol krijgen en dan kun je daar de power aanzetten. De vraag is alleen meer, waar ligt dat andere onderdeel? Yo, mensen van de kerstwereld. Ik zoek een kerstonderdeel waar ik vinden het kan. Geen idee. Misschien is het hier. Je hebt heel veel van die irritante dozen. Daar liggen dan weer spullen achter en shit. Maar die dozen zitten vaak voorwerpen die je wil. En er zit een doos voor. Lol, rekt. Ja, dat vind ik niet zo leuk. We gaan in ieder geval gewoon een beetje rondrennen op dit pleintje. Tot ik zoiets heb van, nou, rondrennen op dit pleintje. Ik vind het niet zo fijntje. Is dat niet het onderdeel? Er zit vaak wel een hand aan die. Nee, oké, prima. We zullen het nooit vinden, denk ik. Laten we het daarop houden. Laten we de moed er hoog in houden. Oh, daar staat nog één zombie over. Ja, ik kan even proberen rond te lopen en dat voorwerp te vinden. Als iemand een neuk geeft. Aha! Ik heb een cadeautje gevonden. Voor mij is dat een heel ander soort cadeautje. Want er waren ook zo'n kerstboom. Ik gok dat je bij de kerstboom cadeautjes erop kan plakken of zo. I don't know. Ik zag deze map. Ik denk kerst in de gevangenis. Kan ik eindelijk gaan praten over al mijn kennis van de gevangenis. En ja, superleuk.
Ja, ik kan dus niet naar deze kerstboom toe, of niet? Ik dacht, misschien kan je iets kerstachtigs in elkaar craften of zo. I don't know. Cadeautjes! 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 Hoeveel zijn er ooit? Vast te veel. Te veel cadeautjes om te tellen. Hey, ik word in één keer gebeld. Op Skype. Kijk, fuck die shit. Oké dan. Zullen we nog even proberen te overleven? Dus Rick, wat voor wijsheid heb je nog meer van de gevangenis? Ja, weinig. Want ik ben er nooit geweest. Er is wel nog een hele coole foto van mij van vroeger. Echt, zeg maar, de meest coole foto ooit. Het is een foto van mij. Ja, dat sowieso. Zeg maar, de definitie van de meest coole foto ooit. Dan ga je er wel vanuit dat het sowieso een foto van mij is. Ik was denk ik 6 of zo. Toen ben ik met mijn vader naar het politiebureau geweest hier. Niet omdat er iets raars aan de hand was. Ze hadden gewoon open dag. En dan kon je leren over het leven als politieagent. En toen ging ik op politiemotor. Een hele coole foto van mij. Als 6-jarig jochie met een spijkerjack aan. Met mijn vader. Op een politiemotor. Ik moet hem hier ergens hebben liggen. En blijkbaar vroeg die politieagent aan mij iets van... Dit is blijkbaar dat werkgesprek dat ik heb gehad met de politieagent. Van, oh, wil je later ook politieagent worden? Toen zei ik zo van, nee. Politieagenten hebben niet zo'n hoog salaris. Zoiets zei ik. Ik was al 6. Ik was toen al straight savage king. Ik heb geen idee wat voor salaris een politieagent hebben. Misschien wist ik het beter toen ik 6 was. I don't know. Misschien is hij opgevallen, maar ik ben niet zo goed bezig in deze map. Dat is niet de cashsfeer. De cashsfeer is zombies keihard kapot domineren. Ik ben een beetje cadeautjes aan het verzamelen en het janken. Er is mij een uitweg, kijkers. We moeten gaan random boxen voor die Thundergun. It's the only way. Ik ga wel even trouwens die kant op lopen, want... Ja, dan kan ik even een nieuwe Quick Revive halen. Als we zeg maar nog eventjes iets langer dan een paar seconden deze map willen spelen, is dat wel fijn. Ik hou even goed mijn oogjes open voor extra voorwerpen. Ah! Pas een cadeautje op. Klik, klik. Hoeveel cadeautjes zouden er zijn? Oh, nee! Ah, echt, zo lullig als één zombie je doodmaakt. In zijn eentje. Hier is trouwens ook nog iets. Geen idee wat dat is. Ik heb het aangezet. Ah, kut, 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 kut. Oh, nu heb ik al een beetje ingesloten. Oké, vooruit maar. Oeh, double points. Kan ik hier nog een extra... Ja, hé, kijk. Is dat het? Of zijn er nog meer cadeautjes? Hoeveel cadeautjes zijn er? Ik wil alle cadeautjes. Ah, daar is nog eentje. Hoe werkt dit? Zeg maar, huh? Moet ik gewoon bij iedere kerstboom cadeautjes eronder drukken? Totdat iedereen in de wereld gevuld is met fijne kerstgevoelens? I don't know. We wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas, we wish you a merry Christmas and a happy new year. Oh kut, ik ga dood. Ik ga zo hard dood en ik ben kapot. Ah joh. Ik denk dat je volledig begrijpt hoe het leven in de gevangenis eruit ziet. Nee, voor mij is de map helemaal niet groter dan dit. Dus ja, ik had de stroom aan kunnen zetten. Geen idee waar de perks ooit waren, maar... Het is goed zo, jongens. Het is goed zo, het is goed zo. Het is allemaal prima. Zie je, de teller met zombies gaat nog omlaag, trouwens. Dat is alweer een dingetje. Nou ja, even kijken voor deze video. Hoop ik voor je hem leuk. En zo niet, dan, je bent een racist. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Misschien dat ik binnenkort in een livestream om de kerstsfeer nog even te hervatten. Nog even verder gaan in deze map. Waarschijnlijk niet. Hier hangen wat dode mensen. Net zoals in de echte gevangenis. Nou ja, even kijken. Hoop ik voor je hem leuk. Hoop ik vind je mij leuk. Ik vind jou een lekker ding. Nou ja, even kijken. Doei!